je moet beseffen, vroeg of laat kom je voor die beslissing. Hoe ga ik mijn overdracht regelen? En hoe sneller je dat doet, hoe gemakkelijker dat is heel belangrijk. En dan heb je het emotioneel verhaal, maar dan heb je het technische verhaal. En we hebben een stichting administratiekantoor opgericht. We hebben dat gedaan samen met, met Van Havermaat, een specialist op dat vlak. Die ons in 5 zaterdagsessies met de zone geholpen heeft om dat juridische verhaal perfect te plannen en te organiseren. Maar dat is eigenlijk achteraf bekeken vrij gemakkelijk. Dat is een traject van 5-6 maanden en that's it. Maar het moet ook allemaal mee kunnen. En hoe sneller je daarmee begint, nogmaals, ook het juridische, het technische, het fiscale, hoe minder situaties je hebt waar het zou kunnen al fout lopen. Dus je kunt heel, samen met je zoons kunt je heel vrij praten van oké, als die iets overkomt, dan moeten we dat doen. Als die iets overkomt, moeten we dat doen. Als die kinderen heeft, dan moet je dat doen. Dat is technisch perfect te organiseren. Maar hoe sneller je dat doet, hoe gemakkelijker dat is. Als ondernemer zijn we verschrikkelijk ongeduldig. Dus neem daar je tijd voor. Dat is denk ik een van de belangrijkste valkuilen. Heb een lange termijn perspectief, horizon, geeft dat minstens 5 jaar de tijd. Anderzijds ook van neem ik, ja, onzeker. Hè? De ondernemer staat heel vaak alleen voor zulke beslissingen. Neem ik de juiste beslissingen? En dat is die aarzeling, die twijfel, dat vreet aan iemand zijn gemoed. Ik had wel gelukkig een externe raad van advies, waarin die mensen dus wel degelijk bevestigd hebben van geslaagd, dat is goed als je die kant uitgaat. Dus dat zijn toch wel belangrijke aspecten daarin. In mijn geval, mijn echtgenote heeft altijd achter me gestaan wat naar PNV toe. Heeft dit traject ook heel nauw gevolgd. We hebben zelf samen overlegd van dat is misschien een heel stom vraag, een heel stom aspect, maar mogen we het onze kinderen überhaupt aandoen om leiding te nemen over PNV? Want als ouder is het geluk van uw kind wat voorop gaat en niet het geluk van de organisatie. Dat is misschien, als vader is dat zeer belangrijk dat uw kinderen gelukkig zijn. Dus mogen uw kinderen dat aandoen, want het is niet altijd een geschenk. Hè? Dus, je bent daar dag en nacht mee bezig, bij wijze van spreken. Dus dat zijn toch vragen, hindernissen waar je door moet. En dan zie je weer dat terug, dat vaak is dat het altijd terug het emotionele verhaal wat terugkomt. Hè. Moest ik op mijn 64ste begonnen zijn met de overdracht en dat hele proces, dan zou ik er nooit in geslaagd zijn om dat op een goede manier tot stand te brengen. Je moet weten, dan zouden de kinderen sowieso al 15 jaar ouder zijn. Plus je moet dat proces doorlopen. Ik denk dat we dan geen andere keuze hadden als te verkopen. Hoe langer je wacht, hoe weiniger speling, hoe weiniger mogelijkheden je hebt om dat te goed te doen. Dus begin daar vroeg genoeg mee. En hoe langer je het ook mocht spreiden, hoe langer je een tijd ook kunt nemen daarvoor.